Wat is een chick piercing? Een chick piercing is een piercing die door de huid wordt geplaatst aan de zijkant van de mond ter hoogte van de bovenlip. Waar wordt de chick piercing geplaatst? De chick piercing wordt geplaatst net naast de bovenlip aan de zijkant van de mondhoek. Doet het pijn om een chick piercing te laten zetten? Het laten zetten van een chick piercing kan enige pijn en ongemak veroorzaken, maar de meeste mensen vinden het draaglijk. Het hangt af van de individuele pijngrens. Hoe lang duurt het genezingsproces van een chickpiercing? Het genezingsproces van een chickpiercing duurt doorgaans 6 tot 12 weken, afhankelijk van de persoon en hoe goed de piercing wordt verzorgd. Wat zijn de risico's van het krijgen van een chickpiercing? De risico's van het krijgen van een chickpiercing zijn vergelijkbaar met die van andere piercings. Waaronder infectie, ontsteking, bloeding en allergische reacties op de gebruikte metalen. Kan ik een chick piercing krijgen als ik allergisch ben voor bepaalde metalen? Ja, maar het is belangrijk om de peersen op de hoogte te stellen van eventuele allergieën voordat de piercing wordt geplaatst, zodat er rekening mee kan worden gehouden bij het kiezen van het juiste materiaal. Moet ik mijn dieet aanpassen als ik een chick piercing heb? Over het algemeen is er geen specifiek dieet vereist voor een chick piercing. Maar het is altijd goed om een uitgebalanceerd en gezond dieet te volgen om het genezingsproces te bevorderen. Moet ik speciale zorg besteden aan mijn chick piercing tijdens het genezingsproces? Ja, het is belangrijk om je chick piercing goed schoon te houden en te vermijden dat er vuil of bacteriën in de piercing terechtkomen. Volg de instructies van je piercer op over hoe je de piercing moet verzorgen tijdens het genezingsproces. Wat moet ik doen als mijn chick piercing geïnfecteerd raakt? Als je vermoedt dat je chick piercing geïnfecteerd is, neem dan zo snel mogelijk contact op met je piercer of een medische professional. Geïnfecteerde piercings moeten worden behandeld om verdere complicaties te voorkomen. Je moet je chick piercing tweemaal daag schoonmaken met een zeezoutoplossing en een schoon wattenstaafje. Kan ik sporten met een chick piercing? Ja, je kan sporten met een chick piercing, maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn en te voorkomen dat de piercing te veel beweegt. Hoeveel kost een chick piercing? De kosten van een chick piercing variëren afhankelijk van de piercingstudio en het soort sieraad dat je kiest. Wat voor soort sieraden kan ik dragen in mijn chick piercing? Er zijn verschillende soorten sieraden beschikbaar voor chick piercings. Kan ik een chick piercing krijgen als ik allergisch ben voor bepaalde metalen? Ja, het is mogelijk om een chick piercing te krijgen als je allergisch bent voor bepaalde metalen. Het is echter belangrijk om te weten welke metalen je allergie veroorzaken, zodat je kunt voorkomen dat je sieraden draagt die deze metalen bevatten. Het is aan te raden om hypoallergene sieraden te dragen, zoals titanium, niobium of chirurgisch staal, om de kans op een allergische reactie te verminderen. Moet ik mijn dieet aanpassen als ik een chick piercing heb? Nee, je hoeft je dieet niet aan te passen als je een chick piercing hebt. Het is wel belangrijk om gezond te eten en voldoende water te drinken om het genezingsproces te bevorderen. Hoe lang moet ik wachten voordat ik de sieraden kan wisselen in mijn chick piercing? Je moet minimaal 8-12 weken wachten voordat je de sieraden in je chick piercing verwisselt. Dit is de gemiddelde tijd die nodig is voor het genezingsproces van een chick piercing. Als je de sieraden te vroeg verwisselt, kan dit leiden tot irritatie, ontsteking en vertraagde genezing. Moet ik speciale zorg besteden aan mijn chick piercing tijdens het genezingsproces? Ja, tijdens het genezingsproces moet je speciale zorg besteden aan je chick piercing. Dit omvat het regelmatig schoonmaken van de piercing met een zeezoutoplossing en het vermijden van activiteiten die de piercing kunnen irriteren of beschadigen. Het is ook belangrijk om de piercing niet aan te raken met vuile handen en om te voorkomen dat er haarproducten, make-up of andere stoffen in de buurt van de piercing komen. Wat moet ik doen als mijn chick piercing geïnfecteerd raakt? Als je denkt dat je chick piercing geïnfecteerd is, moet je contact opnemen met je piercer of een arts. Symptomen van een infectie zijn onder meer roodheid, zwelling, pijn, pusvorming en koorts. Je kunt ook een zeezoutoplossing gebruiken om de piercing te reinigen en het genezingsproces te bevorderen. Hoe vaak moet ik mijn chick piercing schoonmaken en hoe doe ik dat? Je moet je chick piercing minimaal twee keer per dag schoonmaken met een zeezoutoplossing. Je kunt een zeezoutoplossing maken door een theelepel zeezout op te lossen in een kopje warm water. Gebruik een wattenstaafje om de oplossing op de piercing aan te brengen en veeg voorzichtig schoon. Spoel vervolgens de piercing af met schoon water en dep droog. Kan ik sporten met een chick piercing? Ja, je kunt sporten met een chick piercing. Maar je moet voorzichtig zijn om de piercing niet te beschadigen. Vermijd sporten waarbij je veel zweet, zoals cardio training. Kan ik mijn chick piercing verbergen als ik dat wil? Ja, je kunt een chick piercing verbergen door een kleinere sieraad te dragen of door gebruik te maken van speciale huidkleurige sieraden of plakkers. Hoe kan ik mijn chick piercing laten verwijderen als ik dat wil? Je kunt je chick piercing laten verwijderen door een professionele piercer. Het is belangrijk om dit op een hygiënische manier te doen om infecties te voorkomen. Hoe lang duurt het voordat een chick piercing dichtgroeit als ik hem laat verwijderen? Dit verschilt per persoon, maar over het algemeen zal een chick piercing binnen enkele weken tot maanden dichtgroeien als deze is verwijderd. Is een chick piercing geschikt voor iedereen? Nee, niet iedereen is geschikt voor een chick piercing. Mensen met bepaalde medische aandoeningen of huidproblemen kunnen het beste geen chick piercing laten zetten. Daarnaast is het belangrijk om goed na te denken over de locatie van de piercing en of deze past bij jouw persoonlijke stijl en werk-schoolomgeving.